waar andere communities misschien wel beter waren in het lanceren van de animations, hadden die een veel minder lange aanlooptijd, waarin ze dus ook veel minder waarde konden geven aan die leden. Nou, dat je minder waarde kan geven aan mensen en dat ze minder lang hebben kunnen proeven van het product wat jij geeft, dan bouw je ook veel minder goede relatie op met die mensen. En omdat wij alles transparant wilden oplossen en altijd eigenlijk dachten van oké, dit is nu misschien een lastige situatie, maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat we het vanuit het oogpunt van de klant, die mag nooit verliezen in een beslissing die we maken.